discussies over wie de beste studiosessie heeft neergezet bij 101bars.nl. Nou ja, wij als redactie dachten, weet je wat, we gaan de 5 beste uitkiezen en daar kunnen jullie dan op stemmen. Dat worden uiteindelijk de genomineerden die je nu gaat zien. Check het. She don't give a damn, she flaunt in, yeah. Me see up on the corner every now and then. De baas in de game, ik kwam verbaasd in de game. Ze bleven even lang als 2 keer de letter na E. Even. Ik zeg het al, nigga, dit is bestrijden. Hey, ik kom echt blijven, hey, ik kom echt hyper dan ben je. Young black African, born raised Rotterdam. I'm no one, all I got is the dream to succeed. And hey, kill an MC in één take. Kill an in the same van dat ze zien hem verlaten. Hij straks niet eens mee. Je hebt een studiosessie bij mij in de studio neergezet. Je kwam binnen, gewoon freestyle, weet je, uit het hoofd, 10 minuten lang. En nu sta je hier met de nominatie. Hoe voel je? Ja, man. Vereerd, man. Ik zeg het je heel eerlijk, om gewoon daar in de studio onvoorbereid te komen, niet weten wat ik ga doen. Gewoon maar wat doen en dan deze respect te krijgen is dope, man. Dredd had hier niks mee te maken. Genomineerd voor beste studiosessie 101 Bars. Yes, master. Master. Ik weet niet wat ik daar anders op moet zeggen. Ik ben medemaker van 101 Bars. Weet je, maar door het publiek genomen, zeg maar, daar zelf in gezet te worden, dat is helemaal mooi, toch? Wat je voelt, dat moet je eigenlijk gewoon voortbrengen. En wat is het beste om voort te brengen wat je voelt op het moment zelf, weet je? Zo. Duidelijk, man. Het heeft je nominatie bezorgd. De winnaar van de 101 Bars State Awards zijn Keizer en Priester! Gio, is je boy Priest. Baas boven baas. Hoor ik vaker. Keizer! Ja! Black label music. Blijf je. Heren, dit is niet zomaar de beste prijs van de avond. Ik zeg je eerlijk, ik doe altijd iets extra's erbovenop. Dit is niet de enige award die jullie winnen. Roshan, alsjeblieft, kan je die andere awards pakken? De 101 Bars Award. Yeah. Mensen, laat je horen voor Keizer en Priester! Ja, lekker, lekker. Jullie gaan gewoon met voetbalprijzen naar Osso, man. Shazam, man. 101 Bars. 101. 101. En de rest van die prijzen zijn niet eens belangrijk. Hoor je? De rest van die prijzen zijn niet eens... Ik kwam voor deze. Als ik deze niet kwam, zouden kleine relletjes hier ook komen. Ja, dat zeg ik wel. Alles wat hij zei... Wou ik ook zeggen. Alles wat hij zei. We do this. Wat hij net zei, zou ik zeggen als hij het niet zei. Oké, dan. Want jij begon met die verse, met al die letters in het alfabet. Yeah. Hoe de fuck komt dat zoiets in je hoofd, man? Weet je hoe zulke shit in je hoofd komt? Hij spoort niet. Wanneer je gewoon niks anders te doen hebt. Hij spoort niet. En die tijd toen ik dat heb geschreven, zat ik vast. Ik heb niks te doen. Ik kan alleen noedels maken of brood met jam en shit. Weet je wel? Op een gegeven moment kijk je tv, niks is op tv, ga je teksten schrijven. En dan ga je denken, wat ga ik naar buiten brengen als ik naar buiten kom?